Welkom bij de Performance Journey podcast. Ik ben Suzanne Sterkenburg en in deze podcastreeks spreek ik met sponsoren en partners van de Performance Journey Coach Dutch in Ermelo. Stuk voor stuk innovatieve learning en development professionals die bezig zijn met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van interactieve video, learning analytics, werkplekleeroplossingen en adaptief leren. Wat brengt hen naar dit event? Wat zijn volgens hen de grootste uitdagingen in L&D de komende jaren? En je krijgt tips om zelf aan de slag te gaan. In deze aflevering spreek ik hierover met Henk Arts van TTS. Leuk dat je luistert. Welkom Henk Arts van TTS. Fijn dat je er bent. Kun je misschien iets vertellen over wat jullie doen bij TTS? Jazeker. Nou, TTS is een internationale learning service provider, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Internationaal hebben we met name een oplossing voor learning en performance support. Ja. Of digital adoption. Mm-hmm. In de regio waar ons hoofdkantoor zit, doen we nog meer activiteiten zoals talent management, consultancy en echt consultancy op corporate learning. Ja, precies. Ja. Ja, en je geeft aan performance support, digital adoption. Ja. Kun jij iets toelichten? We zijn al heel lang met name actief op het gebied van software om het heel makkelijk te maken om content te maken. Mm-hmm. Met name dus e-learning content of werkplekinstructie. Ja. En met name wat ons uniek maakt daarin is dat we één platform hebben van waaruit je content maakt, zowel om mensen op de werkplek in het werkproces te ondersteunen, mm-hmm, als zeg maar het traininggedeelte. Ja. Dus eigenlijk ondersteunen we op die manier de 5 moments of need vanuit één platform, waar je ziet dat heel vaak leveranciers zich concentreren of op performance support of op learning. Ja. Doen wij dat vanuit één platform. Oké. Ja. Ja. En vanuit de 5 moments of need? Ja, dat is eigenlijk de basisgedachte. Ja, precies. Ja. Ja. De 5 momenten van leren. Ja, daar ben ik mee opgegroeid. Ja, vertel. Ja. Nou, we hebben meer dan aan de basis gestaan van het hele ontstaan van de methodiek en de principes van 5 momenten of niet. Ah, okay, dus ja. De slides die ik vandaag heb gezien, daar herken ik van ook een heleboel. Ja, precies. Ja. Van. Dus veel met Bob Moshe en... Bob is eigenlijk een collega geweest. Oké. Mooi, ja. Ja, en je bent vandaag aanwezig bij de Performance Journey Coach Dutch. Wat brengt je hier vandaag? Nou, ik ben uiteraard sowieso al mijn hele leven lang geïnteresseerd in werkelijk leren. En met name 5 moments of niet. Zit bijna in mijn DNA, zou ik zeggen. Ja. En ik ben in het verleden mee geweest naar de Performance Journey naar Orlando. Oké. Hartstikke leuk event en heel leerzaam. Mm-hmm. Met name om de ontwikkelingen te horen en maar ook te netwerken met collega's in het veld. Ja, ja. En dat is eigenlijk ook de bedoeling hier. Dus netwerken en horen van anderen. Kijken waar staan we eigenlijk. Mm-hmm. Want het gedachtegoed van 5 moments of need is natuurlijk is al heel lang. Ja. Als je teruggaat naar Gloria Geary, dan praten we eigenlijk al over meer dan 30 jaar. En waar staan we nu eigenlijk en hoe ontwikkelt het L&D-landschap nu mee? Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ja, mooi. En je hebt ook een workshop gegeven. Ja. Wat heb je daar verteld aan? In de workshop hebben we met name zeg maar, een praktijkcase laten zien. Mm-hmm. Van hoe zeg maar, een kleinere organisatie, want Geriant is een organisatie voor ouderenzorg. Ja. Die stonden voor de uitdaging voor de implementatie van een nieuw elektronisch cliëntendossier programma. Moest afscheid van nemen van een oud systeem en overstappen naar een volledig nieuw systeem. Mm-hmm. En de uitdaging was vanaf hoe kun je dat op vandaag, en dat was met name in coronatijd ook nog eens. Ja, precies, ja. Hoe kun je dan zeg maar op een echt effectieve en efficiënte manier die organisatie zeg maar volledig meenemen. Mm. En daarbij was voor hun belangrijk zowel het training component, als de mensen zeg maar na die training ook echt in de praktijk te ondersteunen. Want je kunt je voorstellen, en zeker in de coronatijd, dat trainingen al heel moeilijk te organiseren zijn. Ja. Dus e-learning is daar in principe een heel mooi alternatief. Maar met name ook de mensen zijn, en het geldt zeker voor Geriant, het zijn
voor merendeel mobiele werkers. Mm-hmm. En de problemen kom je tegen in de praktijk. Ja, ja, precies. En er zit nogal wat registratie in zo'n elektronisch patiëntendossier. Je moet het allemaal vrij nauwkeurig doen. Mm-hmm. Om als organisatie, als het gaat om de declaratie en dergelijke, niet in het probleem te komen. En heel zorgvuldig natuurlijk met betrekking tot de patiënt. Ja, ja, dus, absoluut. Ja. Dus het is een heel complex systeem. Mm-hmm. Erg procesgedreven. Ja. En wat de medewerkers eigenlijk krijgen is dus niet alleen de uitleg van een applicatie mm-hmm. die nieuw is. Ik zeg maar eens heel basaal, de kliks. Ja, ja, ja. is ook heel erg belangrijk te weten van, en hoe werkt Geriant ja. met zo'n applicatie? Want ja. het zijn hun processen. En de processen is wat hun uniek maakt. Ja, ja. Dus. En jullie kijken ook, heeft het nut om dit in te zetten? En, ja. en hoe wordt het gebruikt? En, ja, ja. Nou, in feite, ze hebben het zelf gemaakt. Oké. Okay. Ja, want ja. Ons uitgangspunt is om zo snel mogelijk de klant ownership te laten nemen van de oplossing. Ja. En dat betekent, en de kennis zit ook bij hun. Ja, precies. Kijk, het ja. heeft geen zin dat zij aan ons vertellen hoe zij hun werk doen. Mm-hmm. En vervolgens gaan wij het zeg maar in een systeem zetten en weer laten controleren of het goed heb ik gedaan. Nee, ja, precies. Ja. Dus dat is heel erg inefficiënt. En ja. proberen die klant zo snel mogelijk ownership te laten nemen van zo'n oplossing. Ja. Dus ze maken zeg maar de oplossing zelf. Mm-hmm. Wel met coaching van ons. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Dus wel in samenwerking met elkaar. Ja. Ja, ja. Mooi voorbeeld. Ja, ja en de klant is uitermate tevreden. Ja, heeft ook laten zien hoe ze inderdaad dat ownership hebben genomen. Ja. En hoe ze dat zeg maar echt in de organisatie hebben geïmplementeerd. Ja. Ze hebben geen learning en development afdeling in een organisatie van 200 mensen. Ze staan voor het klein. Ja. En hoe kunnen ze dan net goed zorgen voor dat de kennis uit de praktijk in het systeem komt, maar ook vooral onderhouden wordt. Ja. Want ze krijgen maandelijks updates. Ah, oké. Okay. Ja, dat is dan wel belangrijk. Ja, 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 ja. Precies. Okay. En dat is ook de angst vaak van L&D, van hoe hou je het bij? Hoe ja. kun je het onderhouden? Het is ja. mooi initieel iets moois te hebben, maar je weet gewoon dat zo'n systeem dat verandert echt zo frequent. Zeker. En niet alleen door dingen die intern van, maar vooral extern. Ja. Door regelgeving, andere methodes die worden voorgeschreven voor declaraties. Of, ja. of het is de ene opvolging van nieuwe functionaliteit. Nee, en wat ja. je zegt natuurlijk, coronatijd, dat soort ja. dingen, daar moet je ook snel op kunnen inspringen ja. natuurlijk. Ja, 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 daar zeker. Heb je weinig invloed op, maar juist door zo'n systeem te hebben. Hebben. Ja, en zo kun je mensen zeg maar echt in een in het veld, ook vanuit thuis, zeg maar ja. direct ondersteunen 24/7. Ja, ja, supermooi. Ja, ja. Perfect. Ja, en ja, je zit natuurlijk helemaal in het learning in the workflow dan. En kun jij vertellen, wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen in learning and development de komende jaren? Nou, ik denk upskilling en reskilling is denk ik een heel belangrijk thema. Dat was al duidelijk voor corona, denk ik. Ja. Het te maken hebben met gewoon enorme snelle veranderingen als gevolg ook van technologie. Ja. Maar ook corona dwingt ons daartoe. En hoe kun je daar op een hele snelle manier op reageren? Dat is denk ja. ik een van de uitdagingen. En dan merk je gewoon dat klassieke vormen van leren minder goed werken. Ja, precies. Of ja. überhaupt niet kunnen. Ja. Ja. Dus het is niet alleen dat, dat we zien dat we heel steeds kritischer kijken naar de effectiviteit ja. van bepaalde zaken. Maar het is ook, is het überhaupt nog mogelijk? Ja, 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 ja. ja. En je ziet ook überhaupt de beweging dat het veel meer adaptief moet worden. Hè? En contextueel. Ja. We willen niet meer, ik noem het wel eens, op voorraad leren. Hè? Dus je krijgt heel veel kennis naar je toe geduwd, als ja. het ware letterlijk. Maar het is nog helemaal niet relevant. Nee. Je wilt eigenlijk de kennis hebben op het moment dat het relevant dat het is. Op het moment dat niet. Ja. Hè, zoals Bob heel opgezegd. Ja. Maar dat is het natuurlijk wel. Zeker. Ja. En je wilt dan ook niet te veel kennis. Je wilt alleen datgene wat relevant is. Ja, zeker. Ja. Ja, en daarbij wil je niet hoeven te zoeken. Het moet naar je toe komen. En dan komt met name contextueel
zijn is dan heel erg belangrijk. Ja. Dat je alleen die kennis aangeeft die op dat moment relevant is. Precies, ja. En dat kun je op verschillende manieren doen. Hè. Dat kan zijn digitale context. Mm-hmm. Waar zit je in dat ECD bijvoorbeeld van Geriant? Niet alleen ik zit in dat programma, maar waar zit ik in dat programma? Ja. Als je weet waar je in dat programma zit, weet je ook waar je in welk proces je zit. Mm-hmm. Dus dan kun je eigenlijk de kennis over het proces ontsluiten, de manier hoe je het invult. Je kunt zeg maar zelfs zie je de rol van de medewerker. Want natuurlijk zijn dat op één en hetzelfde scherm, want de ECD's zijn heel complex, er zit heel veel data op. Wat is ECD? Een elektronisch cliënt. Oh ja, natuurlijk. Dat de ene medewerker andere instructie krijgt dan een andere, afhankelijk van zijn rol. Bijvoorbeeld de manager moet misschien goedkeuren, terwijl de verplegende is in dit geval het rapportje in te vullen. Ja, ja. Dus, dat is ook heel belangrijk. Ja, en dan is dat gewoon echt de context is niet alleen de digitale context, maar ook de rol van iemand. Ja. En zo kun je natuurlijk, als je nog verder gaat met context, kun je ook kijken naar niet-digitale context als locatie. Mm-hmm. Want Erik de Kort vertelde heel als voorbeeld heel mooi. Het is een organisatie van 200 mensen werken in 4 regio's. En ik zeg, en toch, afhankelijk van de regio, zijn er toch kleine verschillen in de werkwijze. Ah, ja. Hoe ga je dat inregelen? Dan zou, in dit geval is dat niet zo gerealiseerd, maar je zou zelfs de regio als een van de context elementen op kunnen nemen. Ja. Dus context is heel erg belangrijk. Ja, zeker. En content hebben we in feite genoeg. Ja. En dat verandert natuurlijk ook constant, wat je zegt. Dus daarin kun je steeds aanpassingen maken. Ja. Ja. Mooi. En misschien heb je tips voor collega L&D'ers die met learning in de workflow aan de gang willen gaan. Ja, ik denk, ze staan vooral open voor nieuwe technologie. En werp niet van tevoren een heleboel barrières op, drempels op. Het hoeft technisch met stand van zaken op dit moment hoeft helemaal niet complex te zijn. Het draait allemaal in de cloud. Dus de betrokkenheid de noodzakelijke betrokkenheid van een IT-afdeling die in het verleden enorm groot was, die is op dit moment eigenlijk minimaal. Ja. Dus je kunt een project vrij zelfstandig gewoon draaien. En begin klein. Ja, precies. De meeste succesvolle klanten, die zijn allemaal klein begonnen en hebben dat langzaam uitgebouwd. Ja. Dat zien wij in de praktijk ook. Onze oplossing, DTS Performance Suite, die wordt na 2 jaar, zie je dat de meeste klanten al 4 of 5 projecten hebben gedaan. Ze zijn allemaal begonnen met 1 klein projectje. Klein begonnen, dus, ja. Maar vervolgens waait dat heel erg uit. Ja. Mooi. Ja, heb je nog andere tips? Of, ik denk ook dat de L&D-afdelingen zich vaak zorgen maken om die content. Ja. Maar kijk gewoon ook welke kennis in je organisatie is. Want feitelijk, wat wij in de praktijk in project zien, is heel typisch dat zeg maar, het hele content ontwikkelen. Dat ligt echt in de business, want daar zit de kennis. Want zelfs L&D heeft de kennis in. De L&D moet de owner zijn van de oplossing. Ja, precies. Ja. Niet van daar de content. Samenwerking zijn. En dat is een verschil. Ja, zeker. Dat is een heel essentieel verschil. Dus, en je moet die business dus ook mee hebben. Anders gaat het geen succes worden. Nee, als je het puur alleen vanuit L&D probeert te sturen, dan is het een heel moeilijk verhaal. Ja, het is echt werken in teams vanaf alle afdelingen en daarin zorgen dat de content naar boven komt. Ja, want het is echt een verschil tussen ownership van de tool en ownership van de content. Ja. Dat zijn twee echt hele verschillende dingen. Maar dat maakt het aan de andere kant ook makkelijk. Ja. Want dan zit je centraal met name ook op het doorontwikkelen, op kwaliteitsbeheer en dergelijke. Mm-hmm. En zorgen dat als mensen content ontwikkelen, dat ze wel de juiste skills hebben. Ja. Dus de basisvoorwaarden aanwezig zijn. En dat het proces een stukje gestandardiseerd is. Maar inhoudelijk heb je dan heb je geen verantwoordelijkheid. Nee, precies. Nee. Dus, en daarmee kun je versnellen.
Ja. En niet te veel horen. Je hoeft die, hoor je niet allemaal op je eigen vocht. Nee, precies. Ja. Nee. Echt ja. Belangrijk dat de samenwerking daar goed is. Ja, precies. Ja. En de samenwerking met jullie dan. Ja. In die end. Ja. Klopt. Ja, mooi. Oké. Ja, als luisteraars jou willen volgen, Henk, dan waar kunnen ze dat doen? Nou, dat kunnen ze zeker op LinkedIn. Ja, ik ben redelijk actief op LinkedIn. Ze kunnen zeg maar TTS Nederland volgen. Mm-hmm. Ook op LinkedIn hebben we een... uiteraard zijn we ook op internet vindbaar met tts-s.com. Oh ja, dat is het. Ja. En wat heel interessant is, we hebben daar ook aan gekoppeld een knowledge portal. Ja. Daar gaat het dus niet over onze oplossing, over ons product, maar dan gaat het meer over de trends en de praktijkervaring, de cases. En dat is insights. Oké. Ja. Ja. Oh, top. En daar... ja, dan laten we ook klanten aan het woord of professionals uit de markt. En het gaat dus expliciet niet om het product. Het gaat echt om trends, wat zijn de trends, wat zijn de ontwikkelingen, ervaringen. Mooi. Dat soort zaken, ja. Mooi dat jullie dat aanbieden. Ja. Oké. Nou, perfect. Ja, dankjewel voor dit interview. En ja. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Live vanaf de Performance Journey Goes Dutch in Ermelo. Mocht je feedback, tips of andere onderwerpen met ons willen bespreken, of wil je deelnemen aan een van onze Performance Journey reizen, stuur dan een berichtje naar info@5momentsofneed.nl. Tot de volgende keer!